Langzaam maar zeker proberen ze natuurlijk steeds meer de twee trilogieën aan elkaar te binden. Wat gebeurde er allemaal tussen episode 3 en 4 en dat is wellicht wel Obi-Wan geworden, de Disney Plus serie die we nu allemaal gekeken hebben, net de finale met elkaar gekeken hebben. Maar was dit wel nodig, is het wel leuk om te zien wat er nou eigenlijk gebeurde, is Obi-Wan nog wel cool om te kijken, uh, alle dingen die daar gebeuren, daar gaan we het allemaal over hebben met een special guest. Gerto van Cheekyek en uh, we gaan eens lekker over de Disney Plus serie Obi Wan Kenobi hebben. Leave us alone. When the time comes, he must be trained. Like you trained his father. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmage. Ik ben Henk. Ik ben Richard. Ik ben Sander. En ik ben Gertoo. Yay! Yay! Yay. Hallo. Leuk dat je bent. Welcome. Dank je. Dank je. Dank je. Um, ja, we gaan dus over Obi-Wan Kenobi hebben. De Disney Plus serie van het moment. Nee, dat is niet waar. Ik vind het ik het zelf. zelf. Maar um, spoilers. Um, de Star Wars Disney Plus serie van het moment. Um, met uh, Hugh McGregor die natuurlijk terugkwam. Helemaal geregisseerd door uh, Deborah Chow. Die we ook al uh, een aantal afleveringen van The mm, Mandalorian. Ja, het uh, staat me niet helemaal voor de geest welke afleveringen zij precies uh, heeft geregisseerd. Weet ik ook niet. Ehm. Um, Geproduceerd ook door Deborah Chow en uh, um, Obi-Wan Kenobi hemzelf. Wat wel vaker gebeurt natuurlijk bij dit soort dingen. Um, en we zien eigenlijk uh, uh, een, een jonge Leia. Wat zij allemaal mee heeft gemaakt. Natuurlijk, hè, want dat hadden we allemaal nodig. Ja. Om te zien wat zij meemaakt. En uh, we zien redelijk wat Darth Vader in de serie. Uh, we gaan full spoiler review... Uh, dus uh, als je hem nog niet gezien hebt, zou ik hem zeker. Uh, Sorry, zou ik deze uh, video gewoon niet gaan kijken? Of je moet echt zo'n hekel hebben, en toch denken: van uh, ik wil mee kunnen praten, dan, dan ga je het kijken. Ik weet, niet. ik weet niet waarom je dat zou doen. Um, Sander. Ja. In het, in het kort, als jij moet zeggen waar Obi-Wan Kenobi over ging, wat, uh, wat zou je dan even. Um, nou ja. Over Obi-Wan Kenobi. Even wat voor... ja, dat sowieso, natuurlijk. Even wat voorkennis. Ik denk, iedereen die deze review kijkt, die weet natuurlijk wel dat uh, aan het einde van de eerste trilogie, dus aan het einde van episode 3, uh, worden Luke en Lea gescheiden en een soort van verstopt. En Obi-Wan, uh, die kijkt een soort van, of die houdt Luke een soort van in de gaten. En uh, de serie Obi-Wan Kenobi gaat er eigenlijk over dat uh, er iets gebeurt met Lea terwijl ze opgroeit, en dat eigenlijk de. Ja, de SOS-button van Obi-Wan wordt ingedrukt. We hebben je nodig. Eén van de twee kinderen is in gevaar. En uh, shenanigans ensue. En dan gaan ze natuurlijk, uh, dan, nou ja, dan moet hij dat gaan fixen. En dat is eigenlijk uh, Obi-Wan in de notentop. Ja, op dit moment in zes afleveringen van... Zes afleveringen, vijf, ja. Wel 45 minuten. Minimum. Ja, ik ja, denk ja, 40 zoiets. tot 50 minuten per ja. aflevering. Het verschilt een beetje. Net als bij de Mandalorian. En nou, uh, Richard. Ja. Als nee, je hem zo, uh, je hebt hem nu gezien. Uh, zeker. Van on the hall. Even, ja. even globaal, zodat, zodat mensen ook snappen van hoe onze opmerkingen overkomen. Wat vond jij gewoon van deze serie? Uh, wisselend. En daar bedoel ik mee dat sommige. We net de finale gezien, die was denk ik het sterkst. Dus ze hebben het in ieder geval het beste voor het laatst bewaard. 100%. Uh, ja, ik heb wel genoeg op- en aanmerkingen. Daar komen waarschijnlijk de weg een uur wel uh, stippen ze waarschijnlijk wel aan. Uh, het voelt wel Star Wars. Het is een andere Star Wars dan de Mandalorian. Natuurlijk een hele andere pace. Dat moet ook wel, want hij moet natuurlijk aansluiting vinden bij die originele films. Dat hebben ze op zich goed gedaan. Dus ik ben ik ben semi-enthousiast. Ik heb wat commentaar, maar daar zullen we straks even op in, induiken. Maar misschien voor het algemene beeld. Zeg mm, ik nee, wel. Zich, ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Dat eigenlijk. Nou, Ik ben het dus helemaal met Ricciard eens. Ja, nee, maar ik, ben ook, ik vind het ook heel wisselend. Ik, ja. uh, ik moet zeker zeggen, toen ik aan het ramp begon, dacht ik: man, what did it? Dat had ik echt na de eerste yeah. aflevering, dat ik dacht van, ah oh man, dit is, dit is een soort van, uh, want Hugh McGregor is ook uh, producent dan. En vaak worden dat een beetje van die vanity-projecten. Uh, dit soort series, dat hebben we ook bij Picard gezien. Hè? Wat ook eigenlijk gewoon een vanity-project is van Patrick Stewart. Om even een oude, andere oude man uh, uh, te bespreken. Maar uh, ik moet zeggen, dat gaandeweg <laughs> vond ik de serie steeds beter worden. Hmm. En uh, de, de tweede helft, dat. dat, dat, dat Veranderde heel mijn beeld. Ik dacht, maar my god, dit is e eigenlijk best wel leuk. En de vijfde aflevering dacht ik: van, wow, dit is fucking wet. En de laatste aflevering dacht ik: van, nou, nah, dit is. Ik denk de beste Star Wars van de laatste drie, vier jaar of zo. Nou, nah, misschien. De laatste aflevering van de Mandalorian Seizoen 2 met Luke. Vond dit, ik eigenlijk het laatste echte hoogtepunt van Star Wars. Dit voelt het meeste Star Wars. Dit voelt het meeste, het meeste Star Wars. Star Wars. Zoals we het van ja, de films. precies, precies. Dit is het meeste. Uh, Klassieke Star Wars. Ben, ben jij ook Clone Wars-kijker? Nee, 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 nee. Daar moet ik wel aan beginnen, want daar lees ik. Nu ben ik dus wel weer getriggerd om Clone Wars te gaan kijken, want ik hoor daar zoveel over en ik ben daar ooit aan begonnen. Um, ik heb altijd gehoord dat uh, je, je moet even door de eerste twee seizoenen heen of zo. Ja. En dat is, dat is echt een kinderserie. En daarna wordt het. Echt ja, wel vond, meer. Ik, ben, ik heb de eerste twee of twee halverwege, het wordt wel knijterhard. hard. Ja. ik was bij mijn dochter aan het kijken. Ja. Dacht ik, oeh. Ja, dat hoor ik dus ook. Dat wil ik dus heel ja, graag zien. Het nee, ik, niet. Vind ik vind het, het niet aan toe. Okay. Ja, ik ben daar dus nooit doorheen gekomen. Door ja, maar dus eerste... dat, zegt, ja. Seizoen, dat is precies wat Ghetto zegt. Het eerste seizoen, dat het vrij kiddy en daarna gaat het los. Ja. Ja, ik, en dat, maar dat is dus dat is het project van Dave Filoni. Ja. Die, uh, die we nu allemaal zien als de waardige opvolger van George Lucas. Uh, ja. Dus uh, ja, ik moet het nog steeds kijken. Ja, ik ben er wel heel benieuwd naar. Ja, ik ook. Ik, ja. In ieder geval. Moet het kijken. Nee, maar ik hoorde wel ja, veel verhalen ja, over ja. van oh ja, nee, oh, de echte kenners die zitten helemaal van. Ja, maar dat gebeurde in Clone Wars, dus dat is super vet. Mm. En, ja. Maar toch vind ja. ik dat moeilijk hè? Want voor mij blijft Star Wars. Uh, uh, hoe weet het, uh, live, action. live action. En, en ik, ik, ik hoor heel veel over heel veel belangrijke momenten in de Clone Wars. En dan zie ik daar screenshots van. Of ik zoek dat soms wel eens op op, op YouTube. En dan denk ik van nou, ik wil die scène wel eens zien, want er zit. Spoiler, een scène waarin Ahsoka tegen Darth Vader gaat vechten. En dan hakt ze zijn helm open. Wat ook gebeurt in Obi-Wan Kenobi. Dus eigenlijk is het daar al eerder in gebeurd. En dan hoor je ook half Darth Vader, half Anakin praten. Dus dit is eigenlijk al gedaan. Alleen ik, ik vind dat dit, wat ik nu net heb gezien. dat is voor mij echte Star Wars. En dat ja. wil niet zeggen dat, ik, dat, ik, dat, je, dat, ik geen, dat als je een Clone Wars leuk vindt. dat je dan geen echte Star Wars fan bent. Zo bedoel ik het helemaal niet. Sterker nog, waarschijnlijk ben je nog meer hardcore Star Wars fan dan ik ooit zal zijn. Um, maar toch vind ik dat moet ik daar nog even doorheen. Dat, ja. dat animatie ook mm. inmiddels kanon is. Ja. Is dat kennen? Okay, ja, Jazeker. Ja, nee, ja. Nee, ja. Nee, ja. Ja, Disney heeft zelfs nog een, een seizoen er aangeplakt, volgens mij. Ja, het zesde mm -hmm. seizoen. En die mm -hmm. kwam exclusief op Disney Plus. Oh, okay. En de Bad Batch. Ah oh, ja. Ja, ja. Ja. ja, klopt. Ja. Ja. Okay. Uh, Sam. Ja. Jij uh, als, nou ja, okay. als Star Wars <laughs> enthousiast. Ja, nou ja, dat is, dat is dus zo grappig, want ik ben natuurlijk... In de kennen in de uh, ben ik altijd <laughs> de, de, de Star Wars uh, uh, fanboy geweest. En ik, ik... Geweest? Oeh, dat is een de, nou ja, deze, deze serie... Is <laughs> weer <bent> begonnen, hè? <laughs> ja. ja, maar deze serie bevestigt dat nog weer eens voor mij... dat ik gewoon eigenlijk sinds het, uh, het Disney-tijdperk van Star Wars is aangebroken... Ik weet gewoon niet meer of Star Wars nog wel voor mij is. En ik weet niet zo goed of dat dan komt door... Misschien ben ik wat ouder geworden of zo. Oh, oh, misschien komt het toch een beetje door de Marvelisatie. Of je bent te jong, waardoor het van, misschien niet... Dat, ja, maar, he, het is gewoon een hele andere aanpak. Dan ja. van, he, want inderdaad, voor mij is het echt een Star Wars gevoel. Dat is episode 1, 2, 3. Episode 4, 5, 6. Mm -hmm. En dat, ja, wat jullie zeggen, ik herken dat eigenlijk... Ik, ik vond dat eigenlijk helemaal niet in deze serie. Mm. Uh, ik vond het juist te... Uh, te ver afwijken van het Star Wars gevoel. Ja. Ik kreeg eigenlijk helemaal dichterbij. Helemaal. Ja, ja, daarom kijk ik ook 4, heel erg uit naar deze serie. En ik had dus ook goede hoop. ...omdat... Nieuwe uh, hoop. Een nieuwe hoop. <laughs> omdat uh, Ewen erin zit. En hoe uh, heet hij ook alweer? Darth Vader. Heden. Uh, ja, Hayden Christensen. Nou. En uh, uh, de Emperor dus. Ja, Ian McDormand en Kwai Jin En, en Jyn. Jyn. Ja, oh, ja, ja. Oh, ja, we mochten En Owen en ja. Baru. Ja. En uh, nou ja, bla, bla 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 bla. Anyway, maar in ieder geval, uh, daarom en dacht ik. Jar Jar. Ik... Dacht ik van misschien. Nee, nee maar dat is wel leuk voor wie kijkt in de oven. Sorry. <zo. laughs> misschien kunnen ze toch hè, een beetje dat gevoel weer een soort van ergens vastpakken. Al is het maar in een momentje hier of daar. Maar dat, ja, gewoon de, 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 de keuze die ze hebben gemaakt over waar de serie over moet gaan en eigenlijk gewoon. Eigenlijk gewoon de hele arc van deze serie tijkt voor mij te veel af van de, van de Star Wars canon. Hmm. Uh, vind ik gewoon een slechte Of het lijkt het zo zeggen. Het is gewoon niet voor mij. Nou, maar voor mij was deze hele kidnapping toch gewoon een excuus om Darth Vader weer tegen Obi-Wan te zetten. Ja, maar ik had heel erg gehoopt dat dat... Mm -hmm. uh, uh, Kijk, iedereen kon op ze, op ze hè, die kon op ze, uh, weet Ik die, die kon tien kilometer aanzien komen dat, het, dat deze serie er ging iets gebeuren met een van die kinderen en dan moest Obi-Wan iets doen. Ik bedoel, dat was dat eigenlijk de enige optie die op tafel lag. Ik had gewoon gehoopt dat ze dat iets anders hadden gedaan dan, dan dit. Ik vind het allemaal heel cheap dat het, hè, het is gewoon. Leia wordt een soort van gekidnapt en oh, Obi-Wan moet er maar achteraan. Ja, het is zo simpel en zo. Ja, niet hoe ik, hoe hmm. ik Star Wars ken. Ja, maar ja. Star Wars is eigenlijk heel simpel, toch? Ja. In zijn basis. Ja. Wellicht het is, is een dat. Wellicht. Zegt George ja, wellicht is ook ja, maar dit is dus. Dat is denk ik de crux hiervan. Zo van het is wel simpel, maar het is duidelijk geen kinderserie. Ja, ja. Hmm. Dus het, en dan is het voor mij is het niet. Um, tikt het gewoon niet de juiste boxjes aan ja. om als volwassen serie gewoon een toffe serie te zijn. En ik kan ook niet die fouten soort van door de vingers zien, zoals bijvoorbeeld bij de prikkels kan doen omdat het ja het is voor ja, maar kinderen. Dat maar dat dat vind ik dan heel raar, want ik moet zeggen, de Phantom Menace zit voor mij ook boordevol dingen waarvan ik denk van, nou ja, dit is echt, dit is geen Star Wars. De, 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 weet je, ik zeggen George Lucas, Jar, Jar Binks die ja. in de poep stapt en zijn tong uh, ja. verslapt. En, maar dat is ja. da, en dan denk ik van ja, dat, dat vond ik vroeger toen ik dus in 1999 als hoe oud was ik? Twintigjarige de Phantom Menace zag dacht ik van ja, dit is echt voor kinderen, dit is echt een ja. kinderserie, dit, ja. dit, dit kan ik toch niet serieus nemen. Maar hebben. ik denk, maar nou komt hij. Toen ik dus de recap zag ja. van de prequels aan het begin van Obi-Wan, ja. previously on Obi-Wan, of in, wat was het, Star mm. Wars. Toen zag je dus, toen zag je alle hoogtepunten uit de prequels. En toen dacht ik, wow dit is echt vet. Ja, het Die prequels, een... En dat, het, ik heb dat bij deze serie nu ook. Er zitten heel veel momenten in waarvan ik denk, nee, dit is niet goed. Dit is, wat jij zegt, ja. Ja, dat voel ik ook wel. Dit is inderdaad, voor mij had, heel, had het helemaal geen Prinses Leia hoeven te zijn. Die had er eigenlijk helemaal niet in hoeven voor mij. Ik snap dat ze het gedaan hebben. Dat vind ik een voort van... Lichte versie van fanservice van we moeten toch die kinderen inderdaad erin stoppen. Oh, stomme, stomme maar er zitten echt zoveel coole momenten in waarvan hmm. ik denk: over tien jaar, hè, dat zei ik tegen jullie voordat we gingen kijken, over tien jaar hebben we het nog steeds over een stuk of twee of drie momenten uit deze films, of uit deze serie, waar we het nog steeds over zullen hebben. En dat, hmm. dat, dat gevoel, die magie, dat is voor mij Star Wars. En dat zat er voor mij wel in op de mindere momenten na. Maar ja, dat heeft elke film, ja. weet je, dat. dat zo laat ze de Rise of Skywalker, waarom niet vergeten? Ach, ja, dat is niet nee. zo Nee, dat is... Maar echt, hoor. Dat dat is voor, is... Mij, voor mij stopt het gewoon <laughs> bij 6. Ik mm. heb dat mentaal heb ik dat besloten. Ja, ik heb toevallig de afgelopen week nog een keer met mijn vriendin. Star Wars gekeken ook omdat we deze serie aan het kijken waren. Nou, Welke nou, doe je nou met Star Wars nou, de ja, eerste de, gewoon 1 tot en met 6. Oh gewoon. zo ja. ja. En de rest besta bestaat gewoon niet. Maar weet je wat wat ik me dus ook afvraag? <laughs> ik denk echt ik durf bijna zeker te wedden dat er over 10 jaar, 15 jaar dan zit de volgende generatie die zegt: "Ah, oh, Rise of Skywalker, dat was nog eens dat was nog eens de beste ja. Star. Dat ja. is echt de Star Wars als we met de hmm, episode ah. 14 uh, bezig zijn. Maar ik denk serieus dat je een punt hebt omdat ik, ik denk het verschil voor jou en mij is voor mij is 1 2 en 3 is ook Star Wars. Want ik was toen toen, eh, toen Phantom Menace uitkwam, was ik vier. Ja. <laughs> dus eh, ik ben ook met die films, zeg maar, een tot en ja. met zes is waar ja. ik mee opgegroeid ben. Dus voor mij hebben, echt de, dat als geheel, heeft zeg maar die nostalgische gevoelens. En ik zie natuurlijk ook wel dat het Kastel echt wel een breuk is tussen drie en vier en, en zeg maar wat er voor en na komt. Maar um, ja, voor mij voelt dat allebei als Star Wars. Ja, ik vind het wel, dat vind ik wel echt He, los van wat je inhoudelijk van de serie vindt, ik vind echt dat deze serie wel ook echt die overbrugging goed doet. Dus een hele mooie mix van prequel-elementen en original trilogy-elementen zit hierin verweven qua design en qua gevoel. Dat he. vind ik ook leuk. Vond ik ja. Heel goed gedaan. Hmm. Maar wat je zegt, dat merk ik dus nu ook al. Want ik vind het heel cool dat die sequel-trilogie die verbindt, die verbroedert in één keer die prequel- en original trilogy-mensen. <laughs> Vroeger mm -hmm. was dat zo, ja, nee, ja. de prequels waren kloten. Je kijkt <laughs> ja, ja, ja. Als, en nu is het zo, nu zeggen de prequel en original trilogy mensen zeggen, nou, die sequels, oh, die zijn echt <laughs> ja. slecht. Dat vind ik echt heel mooi dat die elkaar <laughs> hebben gevonden. Dus ja, ja. zeker. Star Wars. Wat vond jij ervan, Henk? <laughs> um, Voordat we uh, weer verder. Uh, ik heb me echt, <laughs> ik heb me door die eerste uh, drie afleveringen heen. Geworsteld. Echt, dat ik zelfs twee, de tweede aflevering heb, ik een soort van. zo. Oh ja. Plf, plf. De eerste aflevering zat ik na, uh, volgens mij een kwartier heb ik jullie geëpt. Van nog verder kijken. Um, maar naarmate. En er kwamen wel leuke, leuke dingen in. Te zeker vette stukken in. En mm -hmm. dat is waarom je altijd. Geen topserie, zeg maar. mm. het, 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 het hangt niet goed aan elkaar, vind ik zelf. Uh, dus, uh, veel staging, vooral wat, wat ik heel grappig vind, waar, waar je bij deze serie echt kan zeggen van veel staging. Van uh, dus, ik bedoel, waar je poppetjes neerzet binnen een scène en dan die scène laat afspelen. Ja. Slaat echt als een tang op een varken, zeg maar. Dat, dat, mm. dat, dat, dat klopt gewoon maar, af en toe niet. Maar of dat echt. merk je gewoon heel erg zo van... Ja, maar dit, dit, dit meen je toch niet? Zeg maar dat ze die hallway... Dat al die stormtroopers die hallway binnenkomt... En dat, dat niet iedereen helemaal kapot geschoten wordt. Ik bedoel, ja, ja, stormtroopers soorten. kunnen niet schieten. Maar dit is wel echt ja. heel erg. Dat, maar dat, dat is voor mij ook een van de, de... Nou, de grootste redenen waarom ik deze serie dus... Hè, het verschil tussen de prequels en deze serie... Dat kan ik gewoon niet door de vingers zien. Want het is, het is geen kinderserie. Nee, precies. Het is te een, het erg. Het doet zo op van... alle fronten... Dus, hè, presenteert Het zich als gewoon een normale volwassen serie. Ja, en wat ja. jij nu zegt is gewoon zomaar. Ja, dit, en... dit is gewoon zeg maar van... Dit, dit had reg regie technisch gewoon niet mogen gebeuren. Maar nee. dat gebeurt gewoon een aantal keer in deze serie. Elke aflevering. Denk... Dat kan elke aflevering. Echt niet. Ook dat ze, dat ze in die... Uh, dat ze die beest gaat infiltreren. De... In, Inquisitorium, hmm. Pthorium, weet ik veel. Ja, 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 en dat, 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 dat je dan die stormtrooper ongeveer naar Qui-Gon of uh, Obi-Wan ziet kijken en dat hij achter zo'n paal heen gaat, dat je denkt: nou, dit, dit, als hij dit niet gezien had, dan. Hmm. Slaat ook helemaal nergens ja. op. Of ja. dat, dat er iemand achter hem loopt terwijl hij aan de voorkant beschoten wordt. Dat je denkt, nou, als hij één keer schiet, dan. Ja, ja dat die prinses Leia onder zijn jas heeft. Dat uh, ja, precies. Dat, 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 ja, ja, dat, dat is gewoon slecht. Klopt. Slecht vond ik gedaan. ook. Ja, dat vond ik, ik ook. Ik moest gelijk ja. denken aan Austin Powers dat die Minimie zo onder die jas ja. heeft. Echt dat niveau ja. was het. gewoon. Ja. ja, klopt. Dat klopt. En, en dan kan je dat, ergens dat zeggen van ja, maar het schaals, dus hè, alles dat werkt op zich wel. Nou, hè, dat, ja, dat vond ik, maar ja, aan de andere kant hadden we dingen als. Darth Vader die een schip tegenhoudt met de Force. Net zoals in een of andere Star Wars game, volgens mij, er een keer is gebeurd. Ja, Force, Force yeah, Leaves. Ja, is Force Force yeah. Leaves. Oh, dude. Um, ja, dat is waar, ja. uh, uh, wat Dus dat, was, dat, dat was echt super vet. Behalve dat er dan dat andere schip dat hij dacht, ja, laat die dan maar zitten. Um, dat soort dingen zijn vet. Dat die lightsabers zoveel licht geven dat het een soort van J.J. Abrams-effect krijgt. Dat je denkt: wow, wat zijn die lightsabers vet? En fel. En dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Ja. Maar eigenlijk had het altijd zo moeten zijn. En dat vind ik wel heel bold. Dat ze dat gedaan hebben. Zo van, en dat Darth Vader eindelijk de... Nou, het was een andere podcast die dat refereerde. Maar de Mike Myers is van Star Wars. Dat hij echt, zeg maar... Die derde episode volgens mij, als hij binnenkwam. Dat je echt denkt, die gast gaat iedereen kapot maken ja. die hier loopt. En dat heb ik nog nooit heel erg gevoeld met Star Wars. Oh, Misschien bedoel... een beetje met Rogue One, zeg maar, die eindscène dat je yeah. dacht, het is best wel badass. Hmm. En hier was hij zo badass dat ja. je dacht, shit, dus echt vet. En dat ja. Obi-Wan, zeg maar, dat je denkt, nou nah, die gaat gewoon dood tegen, de, tegen Darth Vader. Ik vond het, en... het, het eindgevecht ook fantastisch. Ik vond, het, ik vond dit, ik denk na, yes, na het gevecht ja. uit de Phantom Menace, ik denk wel het beste lightsaber yes. gevecht. Yes. En ook gewoon wat ik briljant vond, even sorry los hiervan hoor, dat hij tegen dat kastje van, de, van zijn ja. borst gaat van ja, ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Maar ja, 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 ja. Dat vind ik zo cool. Sorry. Maar je en, en daarin, eh, dat is nog meer filmtechnisch, maar ik merkte gewoon in die scène dat ze. Ja, je hebt van die cameragasten die dan heel erg gespecialiseerd zijn in actiecamera. Die hebben ze bij Chang-Chi uh, ook gebruikt, zeg maar. Ja. Die doen heel erg hand-held. En dan, uh, dan stage ze. Ja, die zijn, zeg maar, een soort van. Kung-Fu Fighters-achtige... Ja. Onderdeel van de choreografie, choreografie ja, zeg maar, ja. met camera. Daar dat merkte je in die scène zo van... Dit zijn waarschijnlijk die gasten... die dit gewoon echt op een andere manier... zodat ja. het veel dynamischer aanvoelt... dat is bij die andere dingen veel minder. Uh, en dat, dat vond ik wel echt... Uh, dat maakte die scène ook nog veel beter. Um, maar ja, dat, dus, er zijn, dus er zijn een aantal dingen... dat ik denk van, ah, oh, vet gedaan. Ik dacht bijna dat het een prequel scène was... dat ik echt dacht van, kak. Weet ik nog niet zo goed hoe de prequel in elkaar zit, of is het een scène die gedi is. Zo, zo zat ik ernaar te kijken. Zo van, nee, nee, het is volgens mij wel een die scène. Dat vond ik echt heel vet. Ja, uh, dat vond ik ook tof. Inderdaad. En er zitten echt heel cringy dingetjes in, met nou ja, weer een kindje die, die iemand op sleeptouw neemt, net zoals Grogu in Mandalorian ha, kan, je, kan je nog een ander verhaal bedenken dan elke ja. keer een kind meeslepen zeg maar is dat? ja, ja maar dat is natuurlijk waar ze een beetje daarop. vastlopen ze blijven in dat skywalker-starmine hangen dat is natuurlijk een beetje Mandalorian uh, ging daar al wat losse van maar toch weer ja maar deze serie moest daar natuurlijk ook ja, ja nee gaan, eens en... maar dan kun je bijna niet anders dan dat je zegt ik moet iets met Lea of ja, Luke naar nou, met ja, Luke uh, kun je niks want dat, je weet dat dat anders weer anders heeft dat geen aansturing met een nieuwe hoop dat ja. gaat niet want ben en Nou ja, en dat Luke hebben ze nu hebben ze ja. ja hij dat, weet wel wie me. Dat dat het. hebben ze nu eigenlijk ook vernakt, want hij dat is, Nee, dat is niet waar, want nee, hij zegt nee, hij nee. zegt dat. Ja, Luke weet wie Ben Kenobi is. Dat weet hij. ja hij nee, zegt dat daar het, het er. ook niet over. Maar oh. als je eh, Kenobi die presenteert in en eh, no Hope zo die, die, die lightsaber wordt eerst aan Luke van het is hmm. van je vader geweest en oh ja, uh, wat is het een uh, advanced weapon from, from a civilized age of zoiets. En nou ja, goed, in, in deze serie wordt hij bijna vermoord door die, uh, hmm. hoe heet het ook alweer, die Inquisitor? Riva. Riva, inderdaad, die, uh, nou, die bijna net dat zo zwaard uh, hem de kop afhakt, bij wijze van spreken. Best wel een traumatische ervaring, lijkt me. Ah ja, en dan doet hij nu net En hoe, hij kan nooit hij dan, dan, hoe kan zo, hij dan ja, vergeten ja, ja. van. Oh, ja, maar sowieso is vind ik heel dat Jedi-verhaal ja. een beetje wazig. Van iedereen is de Jedi vergeten, terwijl het. Nou, het is 15 jaar geleden. Ja. 18 jaar geleden waren ze er nog, weet je Ja. Aanzicht, uh... Nou, dat denk ik ook bij mezelf. Van, ja, het, is, het is net eens met China en, en hè, de, de ja. Tiananmen Square. Je kan, mag, je kan het misschien censureren en mensen het mm, er niet ja. over hebben. Maar in een gesloten kring, mensen ja. weten het wel. Dus volgens ja. mij moet je dit gewoon een beetje accepteren bij Star Wars, denk ik, toch? Nou ja, waarom, ja voor waarom, mij, Je waarom, kunt op een gegeven moment niet ga, ja, <laughs> ga 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 gaan... Waarom ga je het op een lagere schaal beoordelen? Nee, 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 ik, dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat je zegt van... Je, je, je wil gaten dichten, dat is wat ze doen met die series. Dat is een beetje van, dan komt het allemaal nou, naar elkaar toe. Daar ben, ben ik niet Dan mee moet eens. de bron er wel voor zijn dat je het ook goed aan elkaar koppelt. Want er gaan heel veel dingen mis. Al met het hele koppelen van dit soort dingen aan de, aan de, aan de serie. Dat zit er zitten meer van die, van die schoonheidsfoutje in. Uh... Laten we wel wezen, Anakin en ik heb Skywalker en die jongen heet gewoon Luke Skywalker. En hij heeft nooit ja, gedacht nee. van, laat ik eens op zoek gaan in een hele galaxy naar iemand die Skywalker heet. Nee, maar op nooit. de thuisplaneet waar mijn moeder is gestorven. Ja, is... In, in de dezelfde boerderij. Tot... <laughs> op dezelfde boerderij, daar ga je niet kijken. Ja, dat is toch, ja. dat, ja ik zie Sander kijken en kut, dat heb ik nooit aan gedacht. Uh, dat is... Nou, dat, dat, is dat is natuurlijk een... al ja. heel raar, toch? Nou, ja, goed, ja. En Ben ja. Kenobi. Of Obi-Wan Kenobi. Ik ga, ik ga, ik ga in niet. Oké, okay, hoe ga ik mezelf noemen? Ik ga mezelf Ben Kenobi noemen. Wat een goeie... Dan heeft niemand gehoord dat ik Obi-Wan Kenobi nou, ben. ik dat zit is ook ik een beetje raar. Ik zit even te graven waarom... Uh, 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 want volgens mij weet Darth Vader namelijk al van Luke. Tenminste, in episode 5 zegt hij namelijk tegen Luke van... Hé, ik ben je vader. Ja, maar is toch en... aan, aan hem alles gelegen om hem toch te vinden? Maar dat ja. is volgens mij is daar weer een comic over... dat ze de Death Star is opgeblazen... En dat de Empire wil weten wie dat de, de Death Star heeft opgeblazen. En dan komen ze dus achter dat dat Luke Skywalker is. En dan komt Darth Vader erachter dat dat zijn zoon is. Maar dat, maar dat uh, is dus weer een. Dus die kennen nog steeds. Ja, ja, ja. Ja, 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 maar het was toch veel beter geweest als ze hadden gezegd. Nou, Luke, jij heet nu dan Lars van de achteren. Ja, 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 Luke <laughs> Lars. Ja, is een beetje suf, maar goed. Wat ik wel. Ik moet wel Darth zeggen is. dat ze in deze serie <laughs> toch wel. Want ik vond het wel heel cool. Uh, de Obi-Wan zegt hè, tegen Luke in de Nieuwe Hoop van uh, Young. Young student of mine named Darth Vader betrayed and murdered your father. Dat vond ik dat dat is altijd heftig geweest. Hè? Mm. Dat zinnetje en dan vroeg je altijd van ja nee, maar dat klopt dan niet, want hij is Darth Vader. En nu heb je ja. dus Anakin die zegt mm. nee uh. ik heb Anakin, of Darth Vader ja. die zegt, ik heb Anakin vermoord. Dus dan klopt dat ook weer, ja. dat Obi-Wan ja, dat zegt. Ja, het is een beetje, ze, 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 ze zeggen, ze hebben een aantal dingen dat ze dan zeggen, maar kijk, we hebben dit dichtgemaakt. Ja, ja, ja. En dan een aantal dingen, zoals ja, Freya ja, ja. die ja. die dan uh, met een lightsaber heeft gezien. Dus maar ook, van, dat, ah, zo van, dat, ook dat met Leia, omdat dat was het ding, hè. Van ja, maar Leia kent Obi-Wan helemaal niet in de Nieuwe Hoop. Dat klopt en dan heb je alle fans die dat allemaal recht gaan praten. Nee, 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 dat klopt wel, want ze zegt dit en ze gebruikt die zin en dat woord. Dus misschien kent ze hem wel. En dat vind ik het heel grappig dat Obi-Wan nu gewoon zegt van, ja, maar we mogen niks zeggen. We mogen niet uh, we mogen nee. niks tegen elkaar zeggen. Dus we doen maar stiekem dat ik. Uh... Nee. Ja, dat vond ik echt heel grappig. Dus dan kan ik me voorstellen dat ze dat niet in dat bericht noemt, in dat hologram. Ja. Ik vond het leuk dat ze geprobeerd hebben die gaten te dichten. Ja, Ik vind dat heel charming. Mm. Ik wil daar niet te lang over nadenken. Ik weet dat het stom is. En toch vind ik het heel schattig. Ik, ja, maar je hebt gelijk hoor. Je gaat op een lagere manier naar Star Wars kijken. Je beoordeelt het minder. Ja, ja je hebt gelijk. Dat, dat nou, is. ik weet niet. Ik vind het al wel een bepaald. He, tot op een bepaald niveau kan ik er wel in mee. Ik vind dat sommige dingen ook wel leuk. Maar er zijn ook dingen die ik gewoon. Ja, dat, he, sommige dingen mogen ook. Niet, ja, niet alles of de hemel 100% dicht doen. Nee, nee, nee precies, ja, dat vind, ik ook. Dat vind ik, ik ook. En ik vind voor deze serie. De, het bestaansrecht van deze serie. Je moet alsnog gewoon altijd een goed verhaal hebben om te vertellen. En ik vind het een beetje een slap excuus om te zeggen van... ja, je moet de gaten invullen. Alsof het een soort puzzel is. Nee. nee, je moet niks, maar dat is nee, wat nee, Disney maar, denkt dat ze moeten ja, doen. Maar je, ja. hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt een beginpunt en een eindpunt. En het eindpunt staat vast. En in dit geval natuurlijk het beginpunt ook, want het, hè, het zit er tussen. Hmm. Maar daartussen heb je gewoon alle vrijheid. En je kan er ook juist mee spelen. Ik bedoel, Better Call Saul is een perfect voorbeeld ja. hmm. van een serie... die weet hoe je spanning opbouwt, juist door het gegeven... dat je als kijker weet hoe het afloopt. En dat was hier, is, is gewoon totaal... Wordt dat, ja, dat laat ze gewoon totaal liggen. Want... Ja, maar ik denk dat dat gewoon de, de fabriek is die Lucasfilm ja, ja, heet. En die zegt gewoon oh, oh, stampen. Ja, maar dat denk ja, ik ja, ook. Nou ja, maar Ja, maar ja goed. Dat, we, maar... we hadden gewoon een avontuur kunnen hebben van Obi-Wan die in de woestijn woont. En wat ik veel, door een of andere gangsterbanden wordt lastiggevallen. En een soort Seven Samurai met... <laughs> Weet je wel? En ja. dat die boeren gaat beschermen, dat, 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 dat was mijn... Dat ze droom. een trein gaan... Dat uh, nee, maar, uh, uh, ja, maar dat, dat had mij heel leuk geleken, weet je wel? Dat zoiets, waar dat, dat zit in de Mandalorian. Maar goed, uh, uh, of Boba Fett is dat trouwens. Maar uh, inderdaad, het is natuurlijk de fabriek en die zeggen, ja, maar wacht eens even, Darth Vader is zo populair, dus die moet er sowieso in zitten. Mm -hmm. Dus dan kunnen we weer cashen, kunnen we meer merchandise maken. Leia moet erin, dat is natuurlijk ook uh, populair, want uh, dus het is inderdaad gewoon de marketingmachine die gewoon weet van, die en die, die die boxes ja. moeten ja. we tikken. En dan is het gewoon uh, nou, cashen. Is, en dat is gewoon zonde. Kijk, en dan heb je af en toe zo'n Garrett Edwards die dan zo'n Rogue One maakt. Dat zijn dan van die toevalstreffen dat je denkt, godverdomme, het kan nou ja, wel. Maar dat zijn, dan moet je wel iemand... Ja, dan heb je nog een, een verwaterde versie van zijn visie okay. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou ja, niet waarschijnlijk, want die, hoe heet hij ook alweer? Die vader van uh, Bryce Dallas Howard. Paul ja. Howard heeft dat toen. toen uh, die, uh... Nee, maar die Als... heeft dingen gedaan, hè? Solo. So. Oh, dat waren de en Miller. Daar er is toch ja, ja een stukje ingevlogen. Ja, nee, hmm. uh, nee, die heeft ja, bij solo, solo, maar bij Rogue One is, heeft, heeft hij uh, Garrett Edwards samen volgens mij editen of zoiets en dat is niet gebeurd. Dat heeft ja. Lucasfilm heeft hem geëdit. Ja, maar er zijn ook hele sequences zijn ja, ja, gewoon die zit in de trailer ja, hè, dat ja, die Tie Fighter voor haar op die brug en zo, dat zit allemaal ja. niet. Hè. Ik ben heel hmm. benieuwd naar releas releas de, de, hoed, ja, release de Ja, release the Edwards cut. maar hey, nu komt het. Taika Waititi gaat dus... De eerstvolgende echte Star Wars film. Komt van Taika Waititi. En het leuke is dat Taika Waititi vorige week een interview heeft gegeven. Naar aanleiding van Thor, uh, Love and Thunder. Die volgende week uitkomt. En daarin heeft hij gezegd. Ik ben er zo klaar mee. Dat mensen altijd in ja. een Star Wars film hebben. Oh dat is de oma van Chewbacca. Hey, dat, is de, dat zijn de bouwtekeningen ja. van een Millennium Falcon. Dat wil ik helemaal niet. Dus moet hij gewoon, gaat dus. Godzijdank. Hij is de redder. Dit, hij is een nieuw hoop. Dit moet je toch ook. Ja dit, natuurlijk. Dit, ja, snap ja. Ik, dit, dit snap ik niet. Dat Disney dat niet begrijpt. Ja, nu wel. Nu misschien wel. Maar ze ja. vertrouwen hem daarmee of zo. Mm. Dus dat, dat ja. Nee, maar hij, hij heeft ja, toch maar weet wel. je, en daar gaat het straks weer mis. Want dat dit werkt straks en een succes. En dan denk, denk ik, zie, dat is de richting. En dan gaan we allemaal van die. Dan krijgen we originele Star Wars-films allemaal. Ja, ja, of series. Oh, en dan ja. krijgen we weer iedere maand een nieuwe serie. Dan denk ik, ja, maar jongens, nou wordt het allemaal weer te. Maar dat is niet erg. Dat ligt er aan de kwaliteit. Uh, nee, dat is Jawel. niet erg. Want als de, als de helft kut is, hoef je die ja, namelijk kut, niet... Nee, dan kun niet je die links het laten liggen. Meer, uh, en dit zit voor altijd als dit... Kijk, het is nu... Nou, bij Disney weet je maar nooit. Nee, maar, maar goed. Ik gewoon ik, dingen eruit. Bij deze serie is het een soort van... Um, uh, het is, ik vind het niet zo... Wat ik, het is niet wat ik gehoopt had, maar het is niet shit of zo. Hmm. Uh, maar dit had ook gewoon... Dit had gewoon ook uh, hey, de, de main... ...Saga kunnen retconnen op een manier... Mm -hmm. ...waarop ik gewoon nooit meer niet die shit, shit wil kijken. Uh, Game of Thrones, case in point. Het mm -hmm. laatste seizoen heeft er gewoon voor gezorgd dat ik... ...nooit meer Game of Thrones hoef te zien. Dus het is minder gevaarlijk. Voor mij als Star Wars fan heb ik liever mm -hmm. dat ze... ...allemaal random shit ja, maken. dan en mm -hmm. See what sticks. Ja, dat Darth Vader opeens... ...in een serie gaat zeggen van... ...ja, ik ga ooit tegen je zeggen dat ik je vader ben. En dan... Zoiets nou ja, zeg maar, dat... dat je echt denkt van dit is echt kut. De, waarom zou ik dit ooit willen horen? Ja, nou ja, goed, dat is, dat is wel heel erg. Uh... Binnenkort komt de serie Andor, volgens mij ook nog dit jaar. Oh ja. Nee. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Dat wordt een of ander soort uh, politieke uh, spionage. spionageachtig iets. En ja, ik, ben, ik ben dus heel benieuwd of ze de lijn van Rogue One, wat wat, gewoon wat donkerder en wat volwassener was, of ze die daarin doorzetten. Want als dat zo is, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Heb je de trailer gezien? Ja, de trailer zag wel keihard uit. Ja, dat vond ik ook. Maar ik vond ook de, de, de storyline die, die met, met de path, ik weet niet of dat er dus in gaat zitten ook, maar in ieder geval een beetje die rebel-achtige uh, ja. vibe die het had. Van, oh ja, we gaan oprichten en we moeten daar te tegen, zeg maar. De, dat vond ik best wel vet. Ja. Hierin, hierin ja. al die kleine ja. dingetjes en die, uh, die roken. 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 Ja. Uh, dat vond ik best wel vet dat stukje. Ik kan dat... me voorstellen dat dit straks inderdaad weer in gaat haken. Ja, en dat, ja. Mm -hmm. nou ja dat is ook wat ik bedoelde later, even eerder met, met de marvelisatie van Star Wars, Want dat, hè, die formule gaan ze gewoon natuurlijk nu ook hier doen. Ja. Het is nog niet echt begonnen met de tie-ins en de after credits en dat mm -hmm. soort dingen allemaal, maar je hebt, er zijn nu zoveel Star Wars series en films in de maak, dat je weet gewoon dat dat gaat komen. Die, uh, die, die, uh, die vrouw die Wonder Woman deed, die gaat toch ook nog een Star Wars ja. film maken? Ja, ja. ja, maar ja hebben die hebben ze wel it. on ice gezet. Uh. Ja, die, uh, die, die zou die Rogue uh, Squadron film gaan maken. Dat is X on film. hold gezet? Ja. Okay. ja, ja. Jezus, Hoe, er zijn volgens mij inmiddels meer Star Wars projecten aangekondigd <laughs> en gecanceld dan daadwerkelijk <laughs> ja. uit zijn gekomen, maar goed. Gewoon zo, zo neerleggen online ergens ja. en dan oké, okay, geeft het genoeg hype? Nee, oh, dan ja. wacht we wel even mee en dan… Ja, dat, dat hebben we nog niet gezegd. Dat is ook een leuk stukje trivia over deze serie. Dit zou eerst ook gewoon een film worden. En dat is omdat het ja, solo uh, gefaald plot, heeft. Ja, ja ik ben ja, ja, ja. ja, dus benieuwd een, wat daar dan dus... Wat, of dit nou echt ook het verhaal van de film geweest zou zijn. Of dat ze toch... Ik denk iets uitgesmeerd. Op zich is het wel natuurlijk... Misschien is het daarom waarom, dat waarom het verhaal voor mij... Een soort van als niet genoeg aanvoelt of zo. Mm. Omdat het, het is gewoon ook allemaal vrij dun uitgesmeerd. Hè? Mm -hmm. uh, dus misschien is dat het wel gewoon. Want ja. ik kan me best voorstellen... In twee uur kun je dit verhaal ook vertellen. En dan heb je een soort van het begin, waarin Obi-Wan zijn, zijn krachten, een soort van, hè, zijn, zijn, zijn geloof in de Zijn in de mojo Jedi. kwijt. Ja, hij is zijn <laughs> mojo kwijt inderdaad. Dan heb je ergens zo halverwege, heb je, dat hij Darth Vader voor het eerst weer ziet. En dat het allemaal ja, stront aan de knikker. Hij kan het niet meer. Hij durft niet meer. Hij heeft geen zelfvertrouwen meer. En aan het einde heb je nog hè, de laatste confrontatie. En, uh, Rocky montage even tussenin. Ja, precies. Nou ja, bewijzen van... Dus ik denk dat, dat, ik denk dat je er best in twee uur, mm. tweeënhalf ja. uur kan Ja, maar dat ja dan dat heb ook. je niet mensen die twee maanden lang in ieder geval een Disney Plus account moeten ja, hebben. Ja, oké. Okay, maar dus dat, uh, volgens mij is dit, echt, dit stand echt nog van voor het hele Disney Plus verhaal. Ja, ja, ja. Dus, uh, Obi-Wan is dus eigenlijk de Hobbit van Star Wars land. Ja, <laughs> dat is een, ja, ja een soort van. Als je ja. inderdaad parallellen wilt trekken. <laughs> wat, uh, even, even, even terug naar in de serie. Hè? Wat vonden jullie van de, van de, van de Tala-character-arc Tala en, en wat zij deed binnen de serie? Zo een ik ben er nou alweer ja, vergeten. Ik vond, ik vond, ik vond, ik vond die robot character. cooler dan zij. Nou ja, <laughs> oh, die, zij eh, was die. Uh, die uh, uh, ja, die turnt. Uh... Ja. Ja, 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 ja. Wat ik heel cool vond, was dat zij dus haar, dat haar keuze inderdaad. Van, ja, ik, ik, dat ze ooit wel gewoon bewust bij de Empire is gegaan. Nee. Maar dat ze niet meer achter de, 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 de ideologie van de Empire stond. Dat vond ik echt heel mooi. Ik vond dat een, ik vond dat een interessant karakter. Ik, had, ik snap alleen niet waarom ze dood moest gaan. Dat was helemaal niet nodig geweest. Dan zij ging dood in die, in die tunnel. Maar ik vond, dat een, ja, ik vond het een leuk karakter, maar te kort. Zat er te weinig ja. in om echt uh, ja. indruk te maken of zo. Dat was inderdaad, maar in die film was dat echt een side character geweest, ja. zeg maar. Ja, ja nou, maar ja. daarom weet je wel, Roken, dat had zij net zo goed kunnen zijn. Ze had haar gewoon moeten laten leven en dat zij vandoor doorgaat. En dat, dat zou toch geweldig zijn als een Imperial, voormalig Imperial, mee gaat werken bij de rebellion of zo. Dat zou toch veel cooler zijn geweest. Roken, die zit er pas één aflevering in en die moeten we nou in één keer aanzien van, oh, hij gaat die mensen redden. Dat ja. was veel cooler geweest ja. als als die was geweest. Ja, hmm. ik vind dat inderdaad wat jij zegt een goed punt. Ik vind het ook wel leuk. Dat zie je natuurlijk ook eigenlijk met, met Finn in de trilogie. Ja. Dat, ja. dat je een soort van. Dus dat is was altijd heel erg zwart-wit. En dan had je natuurlijk in de eerste de, de prequels had je de, eh, dat het verhaal van Anakin die soort van langzaam valt voor de dark side. Maar het was altijd vrij. Soort van, of je was voor de Empire of je was. Hè, of, ja. part of the Rebel Alliance. En ik denk dat je. Hè, in, in, dit, is, dit is een goed voorbeeld. Dat een soort, hè, wat je met politieke bewegingen ook ziet. Van het is een soort van populistische beweging. De Empire. Uh, die neemt de macht over. En vervolgens. Uh, de hel breekt los. En uh, ze onderdrukken mensen. En krijg je mensen inderdaad. Zoals die Tala heet. Tala, die, he? die op een gegeven moment er niet <laughs> meer achter staan. En een soort van. Uh, in een soort van. De, de, de rebellion gaan helpen. Dat, nou, dat vind ik ook wel tof. Ja. En ik denk dat je. Uh, als ze daar meer de focus hadden gelegd. Had je al een veel interessantere basis gehad. Ja. Veel interessanter. Ja. Ja, ik. ik Stel dat Obi-Wan gewoon daar in hiding zit en dat hij op een gegeven moment gewoon, gewoon recruit wordt door, hmm. door, hè, door een, uh, door een uh, rogue iemand van de Empire ofzo, zo, weet ik veel. Ik dat vond het zo veel vetter. Te, 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 ik vond het cool dat de Inquisitor juist ook naar de Light Side toe kwam aan het einde. Vond ik ook heel hmm. erg cool. Uh, Riva vond ik ook. Uh, ik vond dat juist wel cool dat je dat wat vaker zag, want er werd heel vaak. Want je hebt heel vaak mensen naar Dark Side zien teruggaan, maar ja, Ben. Uh, hoe heet die? In, yeah. Uh, yeah, 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 yeah. in, de, in de sequels. Ben gaat dan, Solo. Mm, ja. ja, die gaat naar de lightside <laughs> en dan gaat hij gelijk dood. God, uh, Kylo Ren. God, ja. En nu hebben we eigenlijk mm -hmm. een karakter wat naar de lightside komt en nog leeft. En ook gewoon meer emotie toont en brouw hmm. dan dat Ben Solo. Die zegt van, hé, hey, ik heb allemaal mensen vermoord. Fuck it, nu ga ik vrolijk hey, mijn vader nadoen. Terwijl ik mensen neerhak op de Sith-planeet. Ja, um, en dit, ik vond haar, dat vond ik ook echt, dat, he, over heftige scènes gesproken, ik vond het best wel goed. Hoe dat zij daar zat te huilen en Luke niet dood kon maken. Vond ik echt goed. Vond het on-Star Wars-achtig. Ja. Uh... Uh, da, dit was, had ik nog nooit gezien zoiets ja. in Star Wars. Ja. Vond, ik heel, vond ik heel cool. Ik vond het wel cool. Ik vond wel haar bewegen. Ik zat echt toen, toen zij naar die planeet ging, zat ik echt hard na te denken over. Wat... aan het einde was het iets met. Dat ze dat bericht had gehoord over yeah. dat het die kinderen, maar hierdoor snapt ze gelijk. Wat gaat ze nou eigenlijk doen op ja. die planeet? Ja, dat was trouwens ook stom. Sorry, ik blijf. Ik, maar dat, <laughs> dat berichtje van uh, uh, Bill Organa ja. aan Obi-Wan: Hey Obi-Wan, ik hoor niks van je. Ja. Ik heb je op een geheime missie gestuurd. Maar uh, ja. ik weet niet waar je bent, maar uh, pas op, want uh, dit en dat. Denk ik van ja. We zouden het. niet communiceren. Ja. Maar dit zijn alle ja, belangrijke ja. dingen ja. die uh, Exposition. Ja. 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 Waarom, dus, dit dat dit is toch altijd de grootste fout die ook in film kan maken: dat het zullen we zeggen dat het dus echt letterlijk uitgelegd wordt. Ja. Om, om het verhaal maar te moeten voort ja. te stuwen. Zullen we maar dat, zeggen. Is dat is fout 1, natuurlijk... zeg maar, hè? show don't tell. Maar mm. fout 2 is ook inderdaad dat je het in het verhaal zo verwerkt dat het inderdaad doorheen gaat. Door ja, maar dit is toch het hetzelfde doen. dat als, als een slecht een goede Rik onderschot heeft. en dan heel verhaal gaat houden. Ja, ja, en, en, en dan, en dan, dan uiteindelijk niet... in zijn rug geschoten ja. wordt. Dat je denkt, ja duurt, als je nou snel had gehandeld. Beetje hetzelfde laten ja, pakken. Toen. Maar dat is nog een heel groot kritiekpunt. dat ik heb met de, eigenlijk deze serie. En dat is, dat is eigenlijk dat, maar dan op een het maken. Mm. Waarom maakt Obi-Wan nog een keer dezelfde fout. door Darth Vader ja. daar te laten Ontbouw. liggen? Dat ja, ja. vind ik zo raar. Ja. Alles, zeg maar. Hij is een gebroken man in deze serie. Eigenlijk, als je dat helemaal terug gaat hè, berekenen. eigenlijk allemaal door dat moment dat hij Darth Vader. Uh, zo, dat, ja, hij heeft ze de taak gewoon niet afgemaakt. He, hij, lag, hij lag daar te fikken en hij dacht ook, oh, ik vind hem zo zielig. Ik laat hem. He? Van, ik, wil, ik kan het niet. Ik kan hem niet kapot maken. Ja. Maar volgens doet, mij heeft Joda een keer gezegd dat Mercy uh, de, het enige is wat uh, Jedi met nou ja. uh, Sith. Uh, Oké, okay, maar dat is dan een goede redenering. Voel uh, ja. me once. Ja. Shame on you. For me twice. Ja, maar dan is hij dan toch geen Jedi meer. Als hij die gast kapot maakt. Ja, maar, maar hij Jedi zegt zelf heen. van ik ben geen Jedi meer. De Jedi's uh, are dead. Ja, dus dat vind ik ook dan nee, geen nee. excuus meer. En daarnaast mm. is het ook wat Windu ook zei. van He's too dangerous to be left alive. He, met de m ja. soms, soms moet je misschien gewoon, Hij is toch de chosen one. Misschien ja. moet hij niet kapot ja, maken. Ja, dik, ja nee, 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 nee. Maar ik vind dat, ik vind dat het echt het, heel Misschien raar. ook wel. Ik vind, ik, ja. Hij weet ook. Dat je gewoon hij maar weet. Dat hij is ook niet toch iemand die gewoon maar mensen. behalve stormtroopers. Gewoon mensen kapot maakt, zeg maar. Obi-Wan Obi -Wan is niet achterlijk. Hij is zogenaamd wel een van de hè, meest wijze Jedi's die, die er niet waren. Hij zat in de council en weet ik wat allemaal. Um, hij, kan, hij weet ook dat als hij Darth Vader gewoon loslaat, dat... Uh, hij heeft de kans op dat moment om het empire van zijn leiderschap ja, te onthoofden. Ja, ja, hij ja, heeft hij, een soort kans hij, om de, Hitler kapot te maken. Ja, te precies. Hij hij weet dat er, of door, ja. door de keuze die hij maakt om hem te laten leven, gaan er... Nou ja, in, in de Star Wars-universum met de Death Star kan dat misschien wel oplopen tot een miljoenen doden gaan vallen. Ja. Waarom stopt hij dat niet? Nou, want je hebt natuurlijk uiteindelijk Darth Vader nodig om de Emperor Pfft. te stoppen. Ja, ja, zes who. dat wist hij zes, dat, zes dat weet zes hij toch niet? De, zes de story, denk ik. Ja, nee, maar dat weet, ja, weet hij ik toch niet? het niet eens, hoor. Maar goed, ja, ja, weet ik niet. Misschien heeft hij dat gevoel, de Force en Yoda, die zit ook nog nee, helemaal op de, planeet, Dus planeet. Laten hij heeft we, die we, een laat we eerlijk zijn, de enige reden is dat gewoon, zij hebben ervoor gekozen om deze arc te volgen en toen zijn we aan het schrijven, kwamen ze bij het eind en toen kwamen ze achter shit, we hebben onszelf in een hoek geschilderd. We kunnen, we kunnen deze climax kunnen we niet, mm. niet, niet afronden zonder dus de, deze plot hole erin te laten of je moet dus weer een hele andere aanpak kiezen de halve serie opnieuw schrijven. Ik vond, ja, ja, ik vond het niet raar dat hij hem in leven, zeg maar, binnen de na, context de, van de serie niet, gelaten, zo van dat, dat, hij, dat, hij, dat, hij, uh, dat het logisch is dat dat daar verder in leven blijft. Vond ik het niet on Obi-Wan om niet te zeggen, nou, nu hak ik hem gewoon uh, kapot. Want, ja, vind, uh, vind ik wel, vind ik echt wel. Nou, want ik ja, denk ja. dat Obi-Wan echt slim genoeg is om te realiseren dat die, hè, zeker met het oog op het feit dat hij die, die hij heeft die fout al eerder gemaakt. Ja, hè? Hij he? heeft hem laten nou, leven. Het ja, ja. heeft honderdduizenden levens gekost, zo niet miljoenen. En hij doet het gewoon nog een keer. Ja. Ja, en wat, wat, wat ook is... Ik bedoel, dat is toch geen altruïsme? Hij probeert Anakin te turnen als hij daar aan het vechten is tegen hem. En hij zegt tegen hem van sorry. Hè, in de ja. hoop dat Anakin zegt, je hebt gelijk, inderdaad, uh, het is jouw fout. En uh, ik, ik ga proberen weer een goed mens te worden. En dan zegt hij, my, then my friend truly is dead of zoiets, zegt hij. En dan denk je van, nou ja, dan is dit het moment om hem dood te maken mm. en dat doet hij dan niet dus ja inderdaad dit nee. had hij ja, best wel gevangen... kunnen doen toch en Ja, hij had dan ja, ja, weer goed. gerevived revived een ze hebben toch altijd zo'n dat -tank, tank of dit dat ding en dat ging het ja, ja, ja en ging ja, 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 ja. ja. of hoe hadden had hem gewoon als hij hem dan niet wilde doden waarom heeft hij hem dan niet gevangen genomen ja ja dat is ook wel waar ja. want hij had hem ook gewoon mee kunnen nemen als hij nog eventjes zijn handen eraf had gechopt of zo <laughs> nee die je losgroeven dat doen ja maar goed dat doen zij gewoon wat wil ik zondagmiddag doen die Jedi stad. dus dat is ook niet heel zwaar iets wat zwaar weegt of zo had ja. hij hem zo mee kunnen nemen. Ja, ja sorry. Maar, ja, ja, dat, dat, ja, dat is dat ja, wel, dat, dat is zeker waar. Ja. Ja. Ja, hij had ja. hem in ieder geval gevangen kunnen nemen. Oké, okay. wat vonden jullie het kutste van de serie? De achtervolging <laughs> van Princess lena <laughs> oh? oh, een tak! Ah, oh, nee! Ja, ja, ja dat, dat ja. vond ik echt. En toen, dat was de de eerste aflevering. Toen dacht ik, dit wordt helemaal niks. Echt, dat vond ik echt een teleurstelling. Dat is toch kut als edel figurant dat je dan zeg maar ingehuurd wordt. Ja, je mag eigenlijk niks zeggen, maar je moet wel leen achtervolgen. denk je, oh, is best wel cool. Ik zit in de Star Wars-serie, alles oh, best wel cool. En dan, ja, je moet nu er pakken, maar eigenlijk niet. Ja, maar ik ben toch veel sneller? Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar dan moet je, als je dan een tak, dan moet je net doen alsof je er niet overheen kwam. En dan, oh, ja, en kut, het, waarom moet ik dit zo acteren? En de meisje, oh. het, ze, ze, ze rende ook echt als een, en heel langzaam. Ja. En, en yeah. volwassen mannen die, oh nee, ik kan er niet <laughs> bij houden. Yeah. Oh, oh. Maar ja. dit is ook staging. Dit is ook, zeg ja, maar, ja, dat, klopt, die, dat zij gewoon dat niet goed kan regisseren. Of niet kan bedenken van, oh kak, hoe ga ik dit nou wel doen? En ja, dan staat van, sorry, wat heb, gaan we nu doen? Ik heb gedacht, hier staat straks, directed by Robert Rodriguez, deze aflevering. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> echt gedacht. Want dat was bij Moon Lorry ook twee keer Ja, keer. ja. ja klopt. Exact ja. hetzelfde niveau. Dat, klopt. Ik, dat, dat, dat crappy, crappy filmen van uh, dit soort scènes. Met, ja. uh, met die achtervolging met de Met de speederbikes, ja, ja, dat was ja, natuurlijk ja. echt was die laatste aflevering ook? Van Boba Fett? Dat ook, ik niet, ja 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 de laatste aflevering was ook zo uh, kut dat ja. ze daar gewoon dat, dat er twee wat was het dikke fighter uh, at nog oh, ja. wat ze kwamen en dat zij gewoon oh, midden op die ja. op dat square gingen staan van, nou gaan ze even kapot maken ja, hoor dat ja. je dacht ga even ergens achter staan ja, of zo ja, ja. Okay, ja. ja maar ik vind dit, dit kijk dit gaat verder dan, dan de the Mandalorian of uh, Boba Fett sorry want dat is gewoon slechte regie hmm. maar dit, dit had je aan de hè, dit had je aan de schrijftafel van je bureau had je al moeten denken wat mij betreft: ik ben nu een scène aan het schrijven waarin drie volwassen kerels een klein meisje achtervolgen. Dit gaat niet werken. Ja, wel, dit kan nee. prima werken, maar niet op deze. nee, natuurlijk ja, ja, kan wel. dat niet werken. iedere Mongol weet nee, toch wel nee, dat nee, je, nee, weet maar je maar dat een, kind een klein... is laag en het dus ja, dan moet je met onder tacken onder en dat soort dingen werken. Nee. kijk, want zij kent die bossen als geen ander, dus zij ja, ja, kent precies, precies, mag, dat moet je anders moeten doen. maar dat is zo weet je als je Steven Spielberg bent, kun je daar misschien nog net kun je daar misschien nog net mee wegkomen. nou, dat weet ik niet. ik denk dat daar prima mee weg kan komen. alleen je moet het goed moet het goed uitvoeren. er zijn volgens mij genoeg voorbeelden te vinden waarin ja, maar dan zit ik ook al allemaal van ja jongens kom op het is een kind ja maar ja uh, Raptors kunnen ook kinderen in een keuken niet ja, nou, vangen ja, of ja, uh, uh, ja maar een, dus. en dat uh, ja, was Steven Spielberg die kan die kan dat en ja. die kan dat ja, hm. Avatar, in Avatar wordt er ook een gast achtervolgd door een wezen met zes benen die er hm. die uiteindelijk in het water springt maar uh, Trevor die kan het weer niet met Dominion want nee. uh, ja. iedereen kan altijd... Ja. Het je me laat, pas op. Ja, ga ik het toch wel hebben. Nee, ik ga ik het niet over. Je nee, hebben. Ja, ga het wel hebben. Nee, Owen wordt achter die motors achtervolgd met die Raptors. Ja. Super leuk. Claire, die wordt ook achter die Raptors. Maar die Raptors halen haar niet in. Maar ze kunnen wel een motor bijhouden. Ja, dat is net zo'n stoptypisch gevoel. Ge ge ja. Ja. Maar goed, daar wil ik het niet over hebben. Suspens, ik, ik dacht dus ik denk ja. dat dit Ik dit zo'n. Ik denk dat <laughs> dit zo'n... <laughs> Dat dit zo'n zo scène is dat je denkt: van, ah, maar het is een kindje dat achtervolgd wordt door mensen. Ah, moeten we dit nog previsen? Ah, is het niet echt iets met effect of zo. Ah, dit, we hebben we zo'n mm. bol staan, daar kunnen we wel wat mee. Zeg maar dat je, dat je daar komt en dat je dan denkt: ah, kak, dit gaat niet werken, dit gaat niet werken. Nee. En dat je dan zeg maar te weinig materiaal hebt om nog te, te denken: oké, okay, hoe gaan we dit verbeteren? want normaal, ja, oh ja, normaal ja, ja. ga je dit previous dan ga je echt kijken van hoe dus dit die edit, editing room komt erachter van kut hebben we helemaal niet ja dan al of, zeg, uh... ja, maar dan ga je al zeg maar in je, in je, in je voor voor dat je mm. de serie gaat maken gaan dingen al uh, stage en, en ja um... maar volgens mij zegt dan bij iemand bij Disney dat kost geld en dat kost tijd dat hebben we niet doe maar gewoon en uh, ja, ja. we monteren Ja, nee, ik denk dat dit van. een zo'n zo simpele scène lijkt zeg maar. mm. ook oh, een klein afgevoerd ja. bosje oh, we... dat is wel prima zeg maar Terwijl je andere dingen, daar ga je veel, veel sneller kijken. Van, oh ja, we moeten wel het schip uh, 3D maken. Dus uh, ja. we even kijken of het allemaal gaat werken. En dan ga je er achter komen. Net zoals die dat die uh, um, stormtroopers door die tunnel heen gaan. Hmm. Allemaal echte karakters, zeg maar, door zo'n tunnel. Oh, dat lukt allemaal wel. Ja. Nou ja, ik... ik dat ja. vond ik ook echt een, dat ik echt een hele slechte. Dat voelde zo ja. kut. Ja, ja. Dat, 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 dat het hmm. werkte zo niet. Ja, nee, dat klopt. Het is ook echt, het is echt alsof je een soort van Napoleonistische leger hebt. Gewoon, echt, die, gewoon twee meter van elkaar afstaan. En ja. die staan gewoon met musketten recht op elkaar te knallen. En je ziet niemand omvallen. Je ziet geen bloed, je, ja. je ziet niks. Zo kut. Echt ja. verschrikkelijk. Ja. ja, kan ik niet aan. Sorry, kan ik niet aan. Ik had nog een dingetje. Ja. Ja. En ik ben benieuwd of dit valt. Oh. oh, oh. Ik had af en toe een beetje moeite met Hugh McGregor, hij deed het niet altijd even goed. Ik dit laatste gevecht gevoel, was wel goed. Oh, dit laatste was er zijn vijf... zoveel dooi van. Ik lees nu het script voor een moment in dat ik dacht, oei. Ik ja. had het idee ja. dat hij een beetje Ellen Guinness. Ja, kwasten. Daar dat te doen is Ja. Ja, dat was ook mijn enige Ja, Een beetje langzaam. Ik vond, ja, denk, ja, ik kon, ja. Dit kon dit... Nee, dat klopt. Dat vond ik ook ik wel. Ik vanaf dacht ik ja. van, oei. Dat vond, ik dat vond, ik ik ja. vond ik ook. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja, en ik denk inderdaad dat het daar ook wel mee te maken kan hebben met het Ellen Guinness verhaal. Want het is ook gewoon soort van zijn stem klonk veel, soort van. Rustiger. Rustiger en beheerster, ja. en daardoor ook een mm. soort van mono, monotoon dan hoe hij normaal spreekt. Dus als je kijkt bij hij een Trainspotting praat of zo, dan praat hij natuurlijk vol uh, Schots. En, ja, nee, uh, nee, is, nou, ja maar in, in die, die prequel-films doet hij dat natuurlijk ook. Ja, volgens mij. Maar anders, ja, dat is maar... natuurlijk ook wel een beetje Star Wars eigen. Van slechte, dialo <laughs> slechte dialogen. Waar <laughs> <laughs> je als acteur waarschijnlijk met van de, de handen in je ja. haar uh, doet. Dus, ja, ik, ik weet niet. Ik heb me daar niet heel erg aan gestoord. Ik, ik zag wel vooral dat hij gewoon heel oud is geworden. Ja. ja, maar goed, dat klopt dan wel weer. Ja, dan is ja. de aansluiting op zich weer ja, goed. Ja, klopt. Ja. Wat ik, wat ik moeilijk vond, was waarom dat, dat vliegtuigje wat Obi-Wan aan Luke wil geven. Mm. Dat heeft Luke ook in de Nieuw-Hope. Dan zit hij in de garage zit hij met dat ding te kijken. Ja, ja. Dat vond ik zo niet nodig, want dat ja. onthouden. Ja. Jij krijgt dat vliegtuigje, dat heb ik. Oh, uh, misschien bedoelen ze wel oude, oude, oude Ben-Kenobi. Waar ja. ik dit vliegtuig van heb ja. gehad ja. toen, ja. weet je nog? Ja, weet je, ja, dat ja, vond ja. ik ook een beetje jammer. Dat was ook niet nodig. Hij voegde helemaal niks toe en uh, dat wat ik even iets wat ik wel heel cool ja, moet, nee, vind wil ik ook nog ja, even ja, zeggen even een klein ja, ja. ding, de Obi Wan Kenobi theme dat is waarschijnlijk het laatste ja. stuk uh, Star Wars muziek wat ooit door John Williams wordt gecomponeerd want de man is nu 91 volgens mij 90 ja bizar, uh, en hij zei ik heb nog nooit een theme uh, een leitmotiv voor Obi Wan Kenobi uh, gecomponeerd dat wil ik graag voor deze serie doen dus de The theme tune is echt van John Williams, het thema van uh, Obi Wan. Wat is het thema? Ja. We je je ja, honderdduizend nee, keer nee, door heel de serie. Ja, dat, <laughs> ja, dat, ik oh, moet ja. je heel eerlijk zeggen dat ik wel het gevoel heb dat hey, de man is. De klaar. Man is ja. Mm. Klopt. Ben, ben ik ook met je eens? Maar hij is niet een nog heel sterk leider. Nee, nee, dat klopt. <laughs> maar dat vond ik ook met. Dat heb ik ook met die later Indiana Jozef. De laatste Star Wars films ook. Ze zijn allemaal minder, maar toch heeft het wel mm. iets. Hij gaat, hij gaat Indiana Jones toch doen. Dat is volgens mij zijn laatste ja, grote project. Ja. Bizar. Ja, Met ja. die oude bok. Heb je die foto gezien? Ja. ja, maar ja. Ik bedoel, uh, 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 heh. Ford. Ford. Ja, sorry, ik kwam even niet op de naam. Ja, er uh, is een foto gereleased, toch? Van, van hem. Ja, in dat die, die, hij uh, over dit bruggetje heen loopt. Ja, uh, dat je echt denkt van holy shit, die man is oud. En die gaat ja. nog een hoofdrol spelen in een actiefilm. Ja. Hoe gaan ja. nou, ze dat doen? Nee, ja, dat ben ik al benieuwd. Want het is wel een goede regisseur. Dat Dan wel. Maar ik heb, ik heb nog één ding wat ik, wil, wat ik wil benoemen, wat ik heel cool vond, en dan hou ik erover op. Nee, uh, nee. De stem van Darth Vader is ja, ja. hoogstwaarschijnlijk 99% zeker met hetzelfde uh programma gemaakt. als we mee zijn een look hebben laten praten in uh, de Boek Bovenvet. Uh, dat is dus niet James Old Jones oh, nu, wow. maar dat, zijn gewoon, dat is gewoon fake. James AI, oh. AI, oh. AI Ja, want ja. als je luistert naar Rogue One, oh. daar is James Earl Jones wel de stem van Darth Vader. Ja, hij, is, dan hoor je dat hij echt oud is? Hoor je ja. dat hij echt oud en bovazaak ook? Hè, en de Langley hoor je dat hij een oude man is. Oh. Maar ze hebben dus, dat zie je ook in de end credits. ReSpeecher, dat is dat softwarepakket waarmee ja. Ja. ze die stemmen kunnen faken. Wow. En hij heeft echt power. En ik vond het zo vet. Vooral hmm. als hij boos is op die Inquisitors, en van uh, you failed me, dan pakt hij dat zo ja. en tilt dat. Vond ik zo vet. Ik was echt toch van, ja, dit is Darth Vader, die step. En ze kunnen nu. Uh, James L. Jones uh, heeft tijdens tijdje geleden ook in een interview verteld dat ze. Hij heeft schijnbaar heel het uh, woordenboek voor moeten lezen aan uh, ILM. Hè, waar ze, of aan Skywalker Sound is dat ja. waarschijnlijk. En uh, dus die step hebben ze gewoon. En daar kunnen ze alles mee doen. En bij Darth Vader is het niet erg als het een beetje houterig of, of als een mm, boogje. Machinaal klinkt. Ja, ja. ja, ik vond het echt top. Ik hij vond Darth Vader. De... Het was. Ja, hij krijgt gewoon credits natuurlijk, maar. Uh, Mark Helman kreeg ook credits, maar die zit er eigenlijk ja, ook eens. niet in Dus is... zijn gezicht en nu zijn stem. Maar ja. Ik vond ja, het tof, ik... ik vond Darth Vader uh, of, hij, of hij nou nodig was of niet, whatever. Maar ik vond het echt Darth Vader, ja, was echt top. Eens, echt. Ik, ik wist eerlijk gezegd niet hoe ze het gedaan hadden. Maar het, het viel mij ook wel op dat die stem van Darth Vader echt heel goed ja. gedaan was. Ja. Want je hoorde wel dat ik had dus wel ergens gelezen dat het inderdaad de stem van James Earl Jones was. Maar... Ik wist niet dat ze dat soort van jonger hadden gemaakt of met AI hadden en ja, het. Ja, ja. Maar het klonk aanzienlijk beter dan Rogue One, dat, ja. uh, dat kon ik ik dacht, ik dacht dat ik gehoord, of ik dacht, ik had gehoord, maar dat hadden ze dus blijkbaar niet goed. Dat ze dus wel, dat hij dus de lines had ingesproken dat ze hem gevoice altered hadden, zeg maar, dat hij ja. jonger was. Maar dit is dan. Nogmaals, het is, het, is, het is, ik heb het nog steeds niet 100% nee, zeker, nee, maar er wordt dus in de credits, wordt dus gewoon respeecher ja, ja, En dat wel, is dat ja. ding. Dus ja, ja. Dat, dat, en ik snap het ook wel, ja, weet je ja. wel. De, wat ik ook, en dat vond ik ook goed bij Boba Fett uh, met de Luke Deepfake. Ze proberen wel, wat George Lucas destijds ook deed met Star Wars. Ze proberen wel weer die grenzen te verleggen van wat is er mogelijk ja, ja. op special effects gebied en zo. Dat vind, kan ik wel echt enorm waarderen. Ja, en dat, dat vond ik nu ook wel, dat je echt wel zag. Bij sommige uh, stukken vond ik de volume, uh, ja. wat ze dan gebruikt hebben, best wel weer tegenvallen. Ja, ja. net zoals bijvoorbeeld uh, de achtergrond als Leia afscheid neemt van uh, Obi-Wan, dacht ja. ik van. Oh, dat is wel een beetje kut. Ja. Had dat wel wat veller gemogen zeg ja, maar. Ja, ja. Staan ze duidelijk in die dome. Ja, ja. Maar, dat, dat, maar gewoon de, de lichtintensiteit dat wel wat hoger kunt. Daar ga je dan op letten. En dan uh, maar de, um, dat jij in dat jij de hypers drive speed dingen in de helm van, ja. van Darth Vader ziet reflecteren. Ja. Dacht ik, heel oh, ja. lekkere details zeg maar. Ja. Of de lightsabers, die het licht dat je dat dan ja, ja, ja. in zijn helm ziet reflecteren. Ja. Dat vind ik wel heel lekker. Ja, Allemaal. dat vind ik een van de dingen die ik erg jammer vind... als ik nu de, de oudere films kijk. Dat zelfs in de, in de prequels hebben ze wel inderdaad al iets mooier lightsabers... Maar nog steeds niet echt met met licht wat echt valt op de ja. Op, ja. zeg maar in de in de ja. wereld en dat dit, is, was dit voor het eerst nu dat het is... nee dat doen ze volgens mij al vanaf episode 7 want ze hebben nu zeg maar nep lightsabers in plaats van met een gewoon een witte plastic stok gewoon met hè, dat geeft licht dus je ziet gewoon het licht op de acteurs vallen dus dat is niet dat is niet uh, meer ingeplakt dat dus is niet nee. nieuw voor deze serie maar nu was het wel echt gewoon ja ze Uch. hebben het deze hebben het echt flink verder gemaakt dat klopt ja. ik vond het eigenlijk te fel ja was ook voor mij als je scènes lekker donker houdt dan doet licht natuurlijk ook een hoop ja, ja, alsof het is ja. best wel donker ja dat is waar of je ja, hebt deze week niet goed afgezeld. Want... ja je hebt één of twee scènes in de prikkels waar het wel in zit dat is dat uh, Dooku zo die ja. lightsaber in het donker zo om zijn ja. hoofd uh, draait ja, 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 ja oh ja dat is ook al dood trouwens jongen 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 Christopher Lee Christopher die Lee kan er niet dood ja, die, die man die heeft veel die meegemaakt die is al, die al, al ja. vijf jaar dood joh dat dom. ja dat klopt ik lees trouwens net dat Hugh McGregor is uh, tien jaar jonger is dan dat Alec Guinness toen was. Dus en nu is precies tien jaar voor episode ah, nee, oh, jeetje, Hij is, ja, Hij ja. ja. Hij is exact zo oud. In ieder geval, qua tijdlijn klopt dat precies. Oh, wow. ja. Nou, dat wilde ik maar even zeggen. Hm. Vond ik leuk. Nee, dus ja. 40 is het nieuwe 30 of zo. Sowieso, ik weet niet, niet zo iets zoiets. Ja, whatever. Ik ja, ja, moet wel <laughs> eerlijk toegeven dat Alec Guinness er wel. aan ja, die was toen dus 61. Ja, maar die zag er wel aanzienlijk ouder uit. Ja. Maar ja, dan de, dat belooft dus nog wat voor de aankomende seizoenen. Dat wordt zwaar, ja. denk ik. Daardoor die. Uh... Ja dan moeten ze natuurlijk die fake aging, dat is ja, van, ja, ja, langzaam ja. morft naar Allen <laughs> <Guinness>, uh... <laughs> Ze zullen het doen hoor. Ja, die ja, ja ze wel, doen hè? het sowieso. Ja. ja, maar dat moeten ze dan weer mogelijk van de samen Toen net zijn stem. Want dat was toch een dubbel uh, stem, of niet? Toen hij zei hello there? Of was het was van, gewoon de Hello there. die, die hello, there. hello there. oh ik, ja. ik voelde het een beetje zo van oh dit is misschien oh, half half Ja, uh, nee, het half, klopt uh, ja, maar Kim dat komt de 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 ook de 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 omdat het zo van zijn we duidelijk geprobeerd ook echt die toon over te nemen mm, ja precies ja. van uh, dat is toch wat die Grievous uh, ja. Uh, yeah. ja Hello there. en hij deed ook weer dit weet je wel ja. ook die, uh, en hij doet uh, het ook in uh, a new hope want daar zegt hij tegen Arthur D to Hello there. Hello there. het klopt ja ja maar was dit nou was deze serie nodig? Voor het mij is beter het beter geweest, geweest als een film was. Oh, sorry, nee. oh, sorry. wat wil je zeggen? Nou ja, we praten toch ook erheen, Maar ik, ja, <laughs> ik, ik doe het nooit. Nee, <laughs> ik doe het normaal nooit. Maar ik, voor mij is het een teleurstelling. Ik had liever gehad dat dit niet. Uh, ik, ik had echt, echt. Ik was heel erg excited voor Hugh McGregor en, en Dorf Vader. Maar nee, dit is gewoon niet wat ik had gewild van deze serie. Dus dan maar liever niet. Ja, ik ben uh, tevreden. Ik, uh, ik, ik, ik ben blijer met The Mandalorian. Uh, het was niet nodig geweest. Het was inderdaad beter geweest als het de film was geweest. Maar ik, ik, wat, ik, wat ik al zei, ik, er zitten hier genoeg momenten in waar, waar, waarvoor ik het echt nog wel een keertje terug ga kijken. Ja. Um, en ik heb me goed vermaakt. En daar gaat het om. En zo is dat. <laughs> Uiteindelijk is dat het belangrijkste. Ja, dat is waar. Nee, nee. Ja, ik sluit me een beetje aan bij Ik heb, vond het ook verder niet veel te om te kijken, maar. Ja, Omdat het dan zo wisselende kwaliteit. Ik had het liever gehad dat dan Disney. Plus Dat zegt: we maken een Disney. Plus film van over dit soort personages. En dan film van twee uur. Tweeënhalf misschien. En dan was het klaar. Dat was ook goed geweest. Ja. Dit voelt inderdaad wat Sander in het begin zei. Dit voelt echt als van: we willen het uittrekken, maar hebben niet genoeg om het. Daardoor wordt het heel dun. Ja. En heel. Wat ik, wat ik. heb je dat niet. Soms dan heb je dingen. En dan een serie of een film. En dan. Ben je aan het hate wat Dan mm. kijk je yeah, alleen maar om, om je te bitchen. ergeren. Hè? Dat had ik hier niet. Er waren momenten die je merken, maar er waren ook genoeg momenten nou. van nou dat Nee, ja, dat, dat klopt. Ik heb ook echt wel momenten me echt wel vermaakt en ook wel echt wel. Nou, soms waren er ook wel van die momenten dat je echt. met name de, de prequel momenten, zeg maar, dat je echt dacht van ja, dit is echt een soort van dat gevoel wat je, wat je toen kreeg, maar dat was gewoon af en toe zo van. Uh, ja, en dan was het weer weg, ja, weet je wel? Ja, ja, ja. En daardoor kwam ik nooit soort van in die mindset die ik met, met de prequels en de, de originele. Nou, je uh, hebt ook niet het gevoel van toen er echt bij natuurlijk, denk ik. Wat je nee, toen ja, had, was ik je heb, jong ik heb, en ja, dan. Maar dat... ik heb dat wel als ik, als ik nu gewoon een en met, ja, met zes kijk. Ja, maar dat gevoel blijft overeind. Dat ja. heb ik met Jurassic Park ook. Ja, dat gaat nooit weg. Misschien dat de kan het me niet genoeg. Dat zal de kracht van nostalgie zijn wellicht. Ja, ik weet het. Misschien word ik dan nu net soort van. Oud genoeg. Je wordt nu oud Dat Die magie op een gegeven moment verloren gaat. Maar uh, ja. Misschien is dat dan de, de, de nare conclusie die, we, die ik daaruit moet trekken. Nou. <laughs> ja, ik, ik vind het te veel fanservice. Ik denk dat we met Andor, Omdat het verder afstaat van wat wij. van van karakters die we kennen. Dus dan gaat het veel meer over. Uh, wat denk ik vetter is, zeg maar, van wat de Empire doet tegen de normale mensen en wat we daar nog tegen kunnen doen. Ik denk dat dat een veel vetter verhaal is. En dit is zoveel fanservers, nostalgia, trip in. Oh ja, Dorfeden moet er ook. En dit gevecht moet erin. En dat soort dingen. Wat op zich wel oké okay is, maar de rest, wat er omheen hangt, ga ik waarschijnlijk mm. heel snel vergeten. Mm. En denk van, ah oh ja, oh jong ja, Leia, ja. Yeah. Oh ja, en die uh, grappige, semi-grappige Jedi. Die alles wat hij oh ja. zei een beetje map cringy Jedi. was, zeg maar. Ja, die nep Jedi. Ja, maar dat, dat, ja. Nou, dat maakt het cirkeltje rond bij wat Gert aan het begin zei. Die blijven waarschijnlijk een paar momenten blijven hier hangen is, over tien jaar. Dat zal dat eindgevecht zal wat zijn. Voornamelijk, denk ik. Ja, dat je over tien jaar denkt dat je, God, weet je nog op wat ja, dat was met dat eindgevecht, dat was super vet. En dan ja. denk ik dat dat het inderdaad is. Ja, ja met de Rogue One denk ik, weet je nog dat eindgevecht met dat Darvee er binnenkomt. Ja, dat dat was een mm. heel vet stuk ja de rest ik een soort van kwijt. Nou, oh, maar ik vond die wel echt sterk hoor. Ik vind het echt wel, ja, wel het, er staat me ook wel iets is. van bij. Ja. Maar als ik nou echt terug moet zeggen... Van hoe die nou precies ging... Dat. Nou, voor mij is dat ook inderdaad... Van de, van de nieuwe generatie... is dat de beste film die we gekregen hebben. Ja. Ja. Hands down. Nog. Dus ja. allemaal naar Rogue One. Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou ja, 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 precies. Nou ja, maar ja... Uh, smaak, ja. Geef mij, geef mij nog meer Star Wars series. Ja? denk het wel prima leuk. Ja, er valt dus genoeg vette te vertellen. Fette universe, maar ga vooral die universe in. Nou, Maak een Knights of the Old Republic serie. Ah. Die, die, die die soort van komt er. Hè? Is dat zo? Komt nou ja, dat... de, de Echo Light. Dat wordt een serie die zich afspeelt volgens mij duizend jaar of zo. Ja, voor, wel in, dat, in die periode. Ja, dat... maar dat, 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 dat moet je doen. Dat ja, is vet. Ja, hè? Ja, dat, maar die is dus aangekomen. Over ja. twee over de Bad guys, ja. guys waarschijnlijk. Over twee Sith die proberen weer. Terwijl de Jedi in de hoogtijdagen van de Jedi komen er twee stiftlords lords en die proberen aan de macht ja. te komen. En zo. En daar gaan de echte nou, uit. Oké, okay, nou. cool. Vet. ja. Nou, wat vonden jullie van. Ook gewoon een Laat wie laat weten in de comments. Uh, we zijn te vinden op Instagram voornamelijk. En um, we zitten natuurlijk op AudioGeeks, maar ook op alle andere podcast, uh, kanalen, Spotify. Uh, laat een review achter als je het leuk vindt. En uh, ja, dankjewel voor het kijken, luisteren. Like en subscribe. Hè. Like, subscribe, ja, precies. En tot de volgende aflevering. Tot ziens. Yeah.